Het bericht bij de specialisten was eigenlijk schrikken. Je hebt kanker. De wereld staat op zijn kop. Wat nu? Natuurlijk een behandelplan, maar die verdraaide onzekerheid. Hoe moet het thuis? Hoe moet het met je werk? Kanker en werk gaat helaas niet goed samen. Daar weet Irmkart van de Vecht alles van. Irmkart is coach en trainer, gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en reïntegratie. Irmkart, jij bent reïntegratieconsultant. Ja. Dat betekent, jou dat je bezig met mensen die op een of andere manier ziek zijn geworden en graag weer aan het werk willen. Ja. Dat is een belangrijk gegeven. Nou ga jij aanstaande 17 mei ga je een avond organiseren over kanker en werk. Ja. Belangrijk onderwerp. Nou, zeker. Ja. Waarom vind jij dat zo belangrijk? Nou, we merken dat als je de diagnose kanker hebt gehad, werk vaak veel te laat op een goede manier aandacht krijgt. En gezien de wet en regelgeving waarin je gebonden bent en de termijn die je hebt om te reïntegreren, geeft dat heel veel risico op grote problemen in een later stadium. En we willen op de avond eigenlijk aandacht besteden aan de verschillende fasen. En we willen dan tips en handvatten geven, maar ook ervaringen vragen van mensen. Om ervoor te zorgen dat werk eigenlijk wat eerder en op een juiste manier aandacht gaat krijgen. Zodat die reïntegratie beter gaat worden. En mensen dus ook minder financiële gevolgen gaan ondervinden. En ook de mentale gevolgen zijn trouwens ook soms groot. Hè? Maar we willen ervoor zorgen dat de impact en de financiële gevolgen minder ellendig gaan zijn. Oké, dat is duidelijk. Ja. Voor wie is die avond bestemd? Nou, we willen graag iedereen uitnodigen die interesse heeft in dit thema kanker en werk. En dat zijn natuurlijk mensen die de diagnose kanker hebben of hebben gehad. En die weer willen gaan werken. Maar ook nadrukkelijk willen wij andere partijen zoals werkgevers uitnodigen, omdat die vaak ook onthand zijn. En die kunnen die tips ook heel goed gebruiken. Noem eens een tip die je zou kunnen geven op zo'n avond. Ik kan het misschien het beste even uitleggen aan de hand van de roadmap, waarin we verschillende fasen uiteenzetten. Want het geeft mooi weer hoe het proces van ziekte en reïntegratie bij kanker verloopt. En dan zie je eigenlijk dat dit de mate van gezondheid is. En dit is de termijn die je hebt om te kunnen reïntegreren. En die is wettelijk gezien 2 jaar. 2 jaar lang hebben werkgever en werknemer de tijd om te werken aan reïntegratie na de diagnose kanker. En die 2 jaren termijn die begint op het moment van ziekmelding. En hier was je nog 100% gezond. En dan krijg je de diagnose. Daar klim je wel weer een beetje uit dat dal. En dan word je door de behandelingen word je zieker gemaakt. En die termijn die duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. En dan heb je dus eigenlijk maar 3 tot 6 maanden de tijd voordat de WIA, de uitkering aanvraag, in beeld komt. En dan gaan mensen door die tijdsdruk vaak veel te hard. En we hebben dus allerlei tips om ervoor te zorgen dat we dit dal eigenlijk kunnen proberen te verkleinen. Hè? Dus dat je minder diep in gezondheid zakt. En dat je niet als een malle hier gaat reïntegreren, waardoor de neiging bestaat dat je uit gaat vallen. En dan kom je, gezien de termijn die je dan nog hebt, vaak in financiële problemen en verlies je je baan met alle gevolgen van dien. Tijdens de avond gaan we dus dieper in op de verschillende fasen en wat je wel en niet zou kunnen doen. Dus ik wil jullie ook van harte uitnodigen om te komen op deze bijeenkomst. En dus als je de diagnose kanker hebt gehad, maar ook als je werkgever bent van iemand met de diagnose kanker, kom ook je ervaringen en je vragen delen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat kanker en werk
meer aandacht krijgt en dat we beter en duurzamer kunnen gaan reïntegreren. Dus iedereen die op het werk met kanker te maken heeft, zoals werknemers, ondernemers en zzp'ers, kom op dinsdag 17 mei naar deze belangrijke bijeenkomst. En meld je aan op aanmelden@demaretakveluwe.nl of bel dit nummer. Graag tot dinsdag 17 mei.